Hi, mijn naam is Bjorn Kuijer, ik ben 20 jaar oud. Ik ben momenteel nog student op het Houten Meuleringscollege als interieuradviseur. Op de vraag waarom ik graag kunststudent zou willen zijn, is eigenlijk al omdat ik vanaf jonge leeftijd erg leuk vond om te tekenen. En op een gegeven moment moest je nadenken van ja, wat moest je nou later gaan doen? En ik wil heel graag cartoonist worden om stripboeken te maken. Dat bleek niet een heel goed betaalde baan te zijn, helaas. Dus dat ben ik als hobby blijven doen en daardoor ben ik eigenlijk altijd nog steeds blijven tekenen. Ik ben daarna de opleiding als interieuradviseur gaan doen, omdat ik het toch nog leuk vond om, om te tekenen. En op een gegeven moment, ik vond het klantadvies vond ik leuk doen. Ik vond het leuk om met mensen lekker bezig te zijn, lekker veel te praten. En gewoon sowieso op een gegeven moment vond ik presenteren vond ik uiteindelijk erg leuk. Op een gegeven moment werd ik ouder en toen besefte ik me wel van wat wil ik later gaan doen. Nou, en uiteindelijk ben ik opgekomen, ik wil graag interieuradviseur worden, / kunstdocent, / eigen kunstenaar. Ik word mijn eigen bedrijfje dan als interieurontwerper, met daarbij ook een kant waarbij ik zelf kunst maak en kunst verkoop. Tegelijkertijd zou ik het heel leuk vinden om dan ook kunstdocent te zijn.